De werkelijkheid is anders. Niets is wat het lijkt. Dit is dan een plaatje uit het boek bij een citaat van de ontdekker van vitamine C, professor Albert Szentgyörgyi, een Hongaarse Amerikaan of Amerikaanse Hongaar. Heel bekend overigens. En die heeft ooit dit gezegd. Hij zei van, wanneer je niet voldoende vitamines hebt en een verkoudheid krijgt, en als gevolg daarvan een longontsteking, dan zal de diagnose niet zijn gebrek aan vitamine C, maar een longontsteking. En als je eraan doodgaat, dan wordt er opgeschreven door de dokter, hij is gestorven aan een longontsteking. Terwijl het dus in de basis wel eens heel goed een vitamine C tekort zou kunnen zijn. Op deze manier wordt natuurlijk nauwelijks zichtbaar wat vitamine tekorten in Nederland wel niet betekenen. Ik heb het voor de pauze over vitamine D heb ik het uitgebreid uitgelegd, wat dat betekent voor vitamine D. Dat is enorm. Dat geldt ook voor vitamine C. De basis is dat chronische ziekten het gevolg zijn van voedingstekorten. En direct daarop volgend, die dan vervolgens met medicijnen worden behandeld. Aan de ene kant worden we ziek door voedingsmiddelen die te weinig voedingsstoffen leveren. En eigenlijk allemaal stoffen leveren waar we helemaal niks aan hebben of die zelfs schadelijk voor ons zijn. En dan weten ze het ook nog zo te vermarkten dat het ook nog meerwaarde krijgt met mooie verpakking, langer houdbaar, noem maar op. Ja. En als je daar dan ziek van bent geworden, dan ga je naar de dokter toe. En dan zeg je, dokter, ik ben ziek. En dan zegt de dokter, wat steelt je? Ja, longontsteking, we krijgen dan antibiotica. En het vitamine C tekort valt in het putje. Dat is de realiteit.